Hallo allemaal en eindelijk welkom terug bij een nieuwe video. Ik weet het is een tijdje geleden dat ik weer eens een nieuwe video geüpload heb. Maar als jullie het een beetje hier op mijn kanaal gevolgd hebben, dan weten jullie dat wij beneden zeg maar, aan het verbouwen waren. We hebben serieuze renovatiewerken laten uitvoeren in onze woonkamer. En dat was echt gewoon 2 weken non-stop werkmannen hier binnen met geboor en gebonk en dit en dat. De werken zijn eindelijk over en onze woonkamer ziet er echt prachtig uit. Een tour daarvan volgt zeker heel snel. Het leek me leuk om vandaag mijn huidige skincare routine te gaan delen met jullie. Ik kan me de laatste keer echt gewoon al bijna niet meer herinneren dat ik dat nog gedaan heb. Dus mijn routine zal ook wel echt helemaal veranderd zijn. Misschien is het gemakkelijk als ik mijn producten deel van 's morgens tot 's avonds, zeg maar in die volgorde. Dus ik douche me meestal 's avonds, waarbij dat ik dan ook mijn make-up 's avonds eraf haal en mijn gezicht goed reinig 's avonds. En eigenlijk moet ik toegeven dat ik dat 's morgens niet opnieuw doe. Ik weet dat ik dat misschien eigenlijk wel zou doen. Maar eigenlijk zit dat zo nog niet echt in mijn routine. En als eerste, voor mijn make-up, voor iets op een naakt gezicht, gebruik ik dit. Dat is eigenlijk een serum van Kiehl's. Het is een heel lange naam, dus ik ga hem wel even moeten voorlezen. Dit is de Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Er zit 12,5% vitamine C in, dus het is wel echt een kickstart voor je dag. Het is gewoon een heel fijne consistentie, het trekt heel fijn in. Ik houd er niet van om 's morgens voor mijn make-up nog echt zware crèmes te gebruiken. Dus vandaar dat ik ook altijd wel meer neig naar echt serumachtige producten. Zodat die heel snel intrekken en dat ik daarna ook snel verder kan met mijn make-up routine, aangezien dat ik 's morgens over het algemeen niet echt heel veel tijd heb om te wachten tot iets is ingetrokken. En dan eigenlijk het volgende item dat ik 's morgens gebruik, kan je zien als een basis voor je make-up of gewoon ook iets alleenstaand. Het is namelijk een primer van Clarins, de SOS primer. Ze hebben deze in verschillende kleurtonen, maar dit is gewoon de neutrale kleur. Deze breng ik wel enkel aan als ik make-up ga gebruiken, dus poeder of foundation of concealer iets. Het is een heel mooie basis en zoals ik daarnet al zei, ze hebben deze in verschillende kleurtonen. Dus ook een meer rode toon of een meer groenige toon om roodheden weg te werken of andere probleemzones weg te werken die je hebt. Maar dit is gewoon de 00 kleur Universal Light. En dan een fast forward naar 's avonds. Uiteraard haal ik voordat ik mijn, mijn verzorgingsproducten ga aanbrengen, mijn make-up eraf. En dat doe ik oftewel alleen met een doekje, maar eigenlijk merk ik dat dat niet zo heel fijn is voor mijn huid, dat mijn huid daar niet super goed tegen kan. Dus ik probeer eigenlijk altijd het grootste deel met een doekje eraf te halen. Ik heb nu toevallig deze in mijn kast liggen van D-Makeup. Het zijn de expert doekjes. Daar zit zo'n klein reliefje in, waardoor je eigenlijk heel gemakkelijk ook oogschaduw met glitter en bijvoorbeeld mascara kan weghalen. En het beste is eigenlijk om dat dan in combinatie te gebruiken met echt nog een zeepje. Dus dat doe ik dan ook. Ik gebruik nu een verfrissende peeling van Nivea daarna. En daarmee haal je echt gewoon al de extra viezigheid van je gezicht van de dag. Niet alleen je make-up, maar ook gewoon echt de vuiligheid. En dan merk ik gewoon dat mijn gezicht echt een mooi canvas is om mijn avondroutine te beginnen. Ik ben nu sinds een paar dagen bezig met iets nieuws, maar ik wil het toch al delen met jullie, aangezien dat ik het wel heel fijn vind werken. En als jullie er een meer uitgebreide review over willen, laat het dan zeker weten. Ik ben namelijk begonnen met het rollen van mijn gezicht. Met een roller waar dat echt mega mini naaldjes in zitten. Dus het staat eigenlijk vol met naaldjes van 2 mm ongeveer. Je voelt het totaal niet. Het is de bedoeling dat je dat dan over je gezicht rolt een aantal keer. Waardoor dat je eigenlijk meer openingen in je gezicht maakt. En als je dan serum of een product gaat aanbrengen, gaat dat ook veel dieper in je huid trekken. Deze bestaan in 2 mm en 5 mm. Mij hebben ze aangeraden om te beginnen met 2 mm, aangezien dat ik nog geen ervaring ermee had. En ik toch een klein beetje zenuwachtig was hierover. Ik bedoel, ik dacht echt op voorhand, als ik dit ding op internet voorbij zag komen en zo, dat als je dat over je huid wrijft, dat je dan echt die prikkels voelt van die naalden in je gezicht. En ik was mega verbaasd als ik de eerste keer dat gebruikte, dat dat dus totaal niet het geval was. Dus denk echt niet dat als je dit over je huid haalt, dat je dan gewoon echt naalden in je huid voelt gaan. Je voelt het eigenlijk bijna niet. De enige plekken waar ik het kan voelen, dat het een klein beetje prikkelt, is hier. En op mijn voorhoofd voel ik het ook, aangezien dat je huid daar iets strakker tegen je bot staat, denk ik. Dus dat is wat ik doe als eerste op een gereinigd gezicht. Haal ik dit helemaal over mijn gezicht een aantal keer in verschillende richtingen. Dus een paar keer zo, een paar keer zo, schuin, diagonaal, tot ik het gevoel heb van oké, het is genoeg geweest. Deze is trouwens van Swiss Clinic. Ik denk niet dat ik dat al gezegd heb. En die komt ook met een opbergdoosje, dus die leg ik daar dan altijd netjes in. Ik heb daarbij ook de cleaning spray. Dat is eigenlijk gewoon een klein spraytje dat je erover doet. Het zijn toch naaldjes, dus ik heb wel het gevoel dat dat nodig is dat ik het altijd netjes reinig en ontsmet voor ik het de volgende keer ga gebruiken. Maar ik kwam ook volledig steriel verpakt aan als ik hem thuis toegestuurd kreeg. Dus
ja, je weet dat hij wel echt steriel is, dat het netjes is ingepakt. Ik gebruik het nu nog maar een paar dagen, maar ik wilde hem toch echt wel met jullie delen. Aangezien het toch zo wel iets speciaals is en iets nieuw. Ik heb er al wel hier en daar een paar dingen over gezien, maar toch nog niet zo heel veel. Dus als jullie daar graag een meer uitgebreide review over willen, als ik hem iets langer gebruik, let me know bij de comments. Ook s'avonds gebruik ik een serum en daarvoor gebruik ik er eentje van Lancôme. Dat is de Advanced Genifique. Zeg ik dat juist? Ja, de Genifique. Een Youth Activating Concentrate. Het is eigenlijk een heel, heel diep voedend serum dat heel snel intrekt en voelt echt super fijn. Als ik hem, zeker als ik na die behandeling van Swiss Clinic met die naaltjes heb gedaan en dan breng ik deze aan, oh, dan voel ik dat echt zo helemaal in mijn huid trekken en het voelt echt zalig. Zeker voor wie s'avonds die extra diepe verzorging wilt, this is your guy. En als dan mijn serum is ingetrokken, gebruik ik deze, namelijk een crème van Shiseido. De Essential Energy Moisturizing Cream. Ook weer een hele lichte, fijne crème zoals je kan zien. Ik gebruik er wel maar echt een heel klein beetje van per keer, aangezien dat ik merk dat in combinatie met dat serum dat veel echt niet nodig is. En man, die ruikt echt zo lekker. Er zit geen SPF in, daarom gebruik ik hem ook s'avonds. Maar je hebt wel een dagcrème versie waar dat SPF 20 in zit. Dus als je de combinatie zou willen gebruiken of meer op zoek bent naar een dagcrème in ongeveer dezelfde consistentie als deze, dan kan ik je deze zeker aanraden. Dus dat was mijn dagritueel. Best wel een hele boterham, maar aangezien het verdeeld is over de dag, valt dat eigenlijk best wel mee. Jullie moeten geen crème gebruiken, hè. Nee. Maar goed, aanvullend op wat ik nu allemaal verteld heb, vind ik dat het fijn om 1 à 2 keer in de week eens een goede scrub van mijn gezicht te doen en een masker te gebruiken. Dus het leek me ook wel leuk om die eventjes met jullie te delen van wat ik voor het moment gebruik. Wat betreft de scrub die ik gebruik, altijd voor een masker ongeveer 1 à 2 keer in de week. Het is eerder 1 keer in de week als 2 keer in de week, tenzij dat er iets speciaals is ofzo. Zijn de Sugar Scrubs van L'Oréal. Echt gewoon mega fijne en mega budget producten. En wat ik hier echt zo fijn aan vind, is dat je eigenlijk het product gemakkelijk op je vingers kan nemen en op je huid kan smeren. Je hebt er vooral dat probleem toch altijd, misschien een ander niet. Dat je altijd zo een beetje scrub neemt en dat je dan zo moeilijk boven de wastafel zit te hangen en dat dan zo de helft er al afvalt. En dat vind ik echt zalig aan deze. Je doet het gewoon op je gezicht. Blijft mooi plakken. Dan maak je je handen een beetje nat of je vingers een beetje nat. En dan kan je beginnen scrubben en plakt allemaal gewoon aan je gezicht. De helft hangt niet op de grond of op je kleren of in de wastafel. Dat is echt gewoon mega fijn. Dus aan deze ben ik wel echt een tikkeltje verslaafd de laatste tijd. En die gebruik ik dan in combinatie met een masker. Ik heb er hier nu 2 bij gepakt die ik de laatste tijd wel heel fijn vind. Maar dat wisselt bij mij nogal eens. Ik hou heel erg van sheet masks of van clay masks. Of het is eigenlijk meer gewoon wat ik om handen heb, wat ik gebruik. Als eerste van Lush de Rosy Cheeks. Dat is eigenlijk een heel zacht masker, een heel voedend masker. Dus het is niet echt bedoeld om te reinigen of te exfoliëren. Het is echt bedoeld om te voeden en je huid een mooie glow te geven. Tada! Ik heb deze trouwens zelf gemaakt in de Lushwinkel. Jammer genoeg geen sticker gekregen met mijn gezicht erop, maar hey. En dan daarnaast heb ik er nog eentje van Origins, namelijk het Jinxing Masker. En dit is eigenlijk een peel-off mask, maar het coolste daaraan is dat het een gouden peel-off mask is. Of meer bronzy color zoals de tube. Hij brengt iets moeilijker aan, vind ik, aangezien het echt een mega sticky consistentie is. Dus je moet hem echt wel goed aanbrengen en redelijk ja, mooi verdelen. Maar je kan hem er ook wel echt perfect in 1 keer aftrekken. Dus dat is wel echt een mega voordeel. Al je dode huidcellen zijn weg. Alles is echt wel gewoon super gereinigd. En dat is wel echt het voordeel aan deze. En dan na mijn maskerritueel vergeet ik eigenlijk mijn serum en mijn gewone dagcrème. En gebruik ik een super intensief overnight mask. Deze is van Origins. Dat is een Drink Up Intensive Overnight Mask. En dan kan je eigenlijk vergelijken met een heel dikke, supervoedende crème. Die echt goed in je huid trekt en die gewoon echt je huid de volgende dag als een babypoepje er laat uitvoelen. De eerste keer dat ik deze aanbracht, dacht ik van, oh, dit gaat echt nooit goed intrekken. Maar hij trekt echt wel verrassend snel in, dus maak je geen zorgen over sticky situations in bed en op je kussen en zo. Ik ben daar zelf ook helemaal geen fan van. Maar deze echt gewoon zalig. Voor 1 à 2 keer in de week daarbij. Is dat echt een heel mooie afwisseling voor mijn huid. Dat waren ze dan allemaal. Deze wou er gewoon komen bijten om dag te zeggen. Ja, yeah, they're so sleepy. No. Het zijn echt wel wat producten, I know, maar dit is voor mij echt momenteel de perfecte combinatie om mijn huid die boost te geven die het nodig heeft. Ik zet alle productjes sowieso nog hieronderaan in de beschrijving, dat jullie daar wat meer info over kunnen vinden. Of als jullie gewoon benieuwd zijn naar een productje, kan je altijd hieronderaan vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer terug en nu sneller als de laatste keer.